Wildwest in de Hogestraat in Druten. Er wordt veel te hard gereden en vaak gaat dat maar net goed. Je merkt gewoon dat ze hier zo hard rijden en je bent vanaf de winkel ben je zo op de straat. Dus ja, dat is gewoon gevaarlijk. En verder in het nieuws vandaag. In Lent opent vandaag de kleinste school van Nijmegen. En het nieuwe Doornroosje bestaat alweer 10 jaar. In de Hogestraat in Druten wordt er vaak te hard gereden door scooters en auto's door de winkelstraat. Ondernemers houden hun hart vast, want ze zien het voor hun eigen etalages vaak bijna fout gaan. De eigenaar van kapperszaak Walid ziet het regelmatig gebeuren. Verkeer dat te hard door de Drutense Hogestraat rijdt. Kernachtig Druten erkent dit probleem ook en daarom heeft raadslid Claudia Barthe vragen gesteld aan het college. Hier de kapper die heeft hier, zegt hij, kijkt naar buiten en die ziet dat allemaal gebeuren. Van de week nog een meisje met een step bijna onder een auto. Hij hoorde heel hard remmen en een meisje dus wegschieten. En zo is het bijna elke week. En voornamelijk ook op vrijdag is het een hele drukke dag. Er wordt voornamelijk ook door scooters heel hard gereden. Dus dat is toch wel het probleem. Ook andere ondernemers in de straat zien dat er te hard gereden wordt. Winkeleigenares aan de Hogestraat Sem Lamers hoort klanten ook over dit probleem. Ik merk het niet per direct echt zelf, maar ik merk vooral de klanten die ik heb, dus het zijn vaak jonge moeders die kinderen hebben en die hebben hun kinderen dan ook mee, dat die gewoon merken als ze even lekker aan het passen zijn, dat de kinderen snel de weg op willen gaan en dan ze houden ze gewoon het liefste binnen. Omdat ja, je merkt gewoon dat ze hier zo hard rijden en je bent vanaf de winkel ben je zo op de straat. Dus ja, dat is gewoon gevaarlijk. De schriftelijke vragen vanuit de fractie liggen nu bij het college. De wethouder die over dit probleem gaat, is ingelicht. En momenteel wordt er volgens Barthe al gezocht naar oplossingen van deze onveilige situatie. En onze vragen zijn, kent u de signalen van de verkeersveiligheid op de Hogestraat? En wist u dat er hier structureel onveilige situaties zijn? En welke passende maatregelen zijn er? Dus kunnen ze dat even onderzoeken? Wat is het beste om hier toch een veilige situatie te krijgen? Ik heb ook even de wethouder gesproken. En die gaat kijken naar wat is er mogelijk. Handhaving misschien. Of zo'n smiley dat je kunt zien dat je te hard rijdt. We gaan het afwachten. Over 30 dagen krijgen wij dus antwoorden op onze vragen. Ruimte om te groeien, zijn wie je bent en met elkaar. Dat is wat er centraal staat bij de nieuwe Nijmeegse basisschool Waldorf aan de Waal. Vandaag opent wethouder Grete Visser hier de deuren. Het is de tweede vrije school voor basisonderwijs in Nijmegen. Voor nu is het nog de kleinste school van Nijmegen, met maar liefst 16 leerlingen in de kleuterklas. Ik heb vanochtend tegen de kinderen gezegd, eigenlijk was de school nog niet open en jullie zijn er al 6 weken. En dat vonden kinderen toch bijzonder om te horen. Ik ben heel blij dat we vandaag officieel open zijn en het op verschillende symbolische manieren benadrukt hebben. En de eerste weken zijn goed verlopen. Van de zomer was het nog even kijken of het allemaal lukt. Want het was een gebouw hier waar wij van dachten, moet dit onze school worden? Maar dat is gelukkig allemaal gelukt. Dus we zijn in augustus vol goede moed gestart. De plannen liggen er om over 4 tot 5 jaar met de school te verhuizen naar de wijk Zuiderveld. Waar ook nieuwbouw komt. Omdat er jaren geleden al voorspeld was dat Nijmegen-Noord zo'n groeiende wijk zou worden, is er ook al lange tijd nagedacht over een passende school. 15 jaar geleden ongeveer een plan gemaakt van welke scholen worden gesticht. Eigenlijk stond de vrije school nu niet op de nominatie om hier een school te gaan stichten. Maar we hebben ondertussen ook een andere wetgeving, waarin het de bedoeling is dat je handtekeningen van ouders verzamelt in een bepaald postcodegebied. En als je meer dan 150 handtekeningen hebt, dan mag je een school stichten. En dan moet je dat toch wel aanvragen bij de minister en zo. Die hebben allemaal ja gezegd en zo is het gekomen. We waren al wel in gesprek met alle schoolbesturen van hoe vinden jullie dat nou? Dat er sommige schoolconcepten populairder zijn dan andere schoolconcepten. Kunnen we daar mee dealen met elkaar? En ja, weet je, het is eigenlijk geen keus. Maar het is ook wel mooi dat we het wel met alle andere schoolbesturen tot een goed einde hebben gebracht. En ook deze samenwerking nu hier hebben.
En volgens Christiaan zijn er verschillende elementen wat de school aantrekkelijk maakt. Zoals bijvoorbeeld een andere manier van omgaan met digitale schermen. Je ziet in de samenleving dat het vrij normaal is geworden dat iedereen met een schermpje voor zijn neus zit. We weten ook uit onderzoek dat dat voor een kinderbrein niet zo gezond is. Vrije school is een van de weinige scholen die de hele basisschooltijd een echt bord heeft. Dus wat gebeurt er dan? Een kind ziet een proces en ziet iets ontstaan. Dat is ook een van de redenen waarom de vrije school gewoon die borden nog heeft en heel sporadisch omgaat met beeldschermen. Dat wil niet zeggen dat we tegen zijn, dat wil niet zeggen dat we het niet gebruiken, maar we gaan daar in onze ogen gezond mee om. Ondanks dat poppodium Noon Roosje al ruim 55 jaar bestaat, opende zij vandaag, precies 10 jaar geleden, haar deuren op de huidige locatie aan het Stationsplein in Nijmegen. Het was jarenlang een hoofdpijndossier voor zowel Noon Roosje zelf als gemeente Nijmegen. Extra reden voor een feestje toen het nieuwe pand uiteindelijk werd geopend. Na een officiële openingshandeling door onder andere de burgemeester konden de optredens volop beginnen. Een van de eerste optredens in het pand kwam van de jeugd van tegenwoordig. Zij hadden het oude pand kort daarvoor ook als laatste concert gesloten. De genomineerden voor de Gelderse Prijs 2024 zijn bekend. De Gelderse Prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt aan inspirerende en geslaagde projecten in de Gelderse leefomgeving. In onze regio zijn, verspreid over 2 categorieën, 4 genomineerden te vinden. Dit zijn het vernieuwde Kerkplein in Bredeweg, Buurderij de Lage Hof in Overasselt, het Nijmaterrein in Nijmegen en Hart van Heteren in Heteren. De winnaars worden eind november bekend en ontvangen €10.000. Iemand heeft serieuze belangstelling om de markante toren in Lent over te nemen. De toren dreigt voorgoed van de Nijmeegse skyline te verdwijnen. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen bevestigt dat er nu toch interesse is. Als de toren echt van de sloop gered gaat worden, zou dat voor grote opluchting zorgen voor veel inwoners van Nijmegen-Noord. En ook bij degenen daarbuiten die de houten toren in hun hart hebben gesloten. De stichting die de toren momenteel beheert, kan en wil de toren niet opknappen en omvormen tot een permanent gebouw, omdat dit te kostbaar zou zijn. Via de waterzuivering in Weurt is lange tijd water met veel te hoge PFAS-waarden in de Waal geloosd. Al jaren vormde zich geregeld schuim op het afvalwater. Pas in juni van het jaar bleek uit onderzoek van Waterschap Rivierenland dat de PFAS-waarden extreem hoog waren en dat een bepaald bedrijf daardoor vrijwel zeker verantwoordelijk was. Nu dat bedrijf gestopt is met lozen, zijn de waarden weer laag en is het schuim weg. Hoewel het bedrijf waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de vervuiling in Weurt, lijkt ook het waterschap niet helemaal vrij uit te gaan. Ondanks de jarenlange schuimvorming worden pas in juni van dit jaar PFAS-metingen uitgevoerd. Al die tijd werd het met PFAS vervuilde water dus onopgemerkt in de Waal geloosd. Meer over dit onderwerp lees je op onze website rn7.nl. Een atelier speciaal voor jongvolwassenen met autisme. De Chameleon in Nijmegen is een atelier speciaal voor hen die creatieve begeleiding nodig hebben. Afgelopen weekend werden er werken tentoongesteld. Een expositie met schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en nog veel meer. Afgelopen weekend werd het tentoongesteld bij Atelier de Chameleon. Een atelier speciaal voor jongvolwassenen met autisme waar creatieve begeleiding bij aanwezig is. De Chameleon is een creatief atelier waar mensen met jongvolwassenen met autisme aan het werk zijn. En iedereen die werkt vrij en op eigen tempo en iedereen heeft zijn eigen inbreng. En als mensen begeleiding nodig hebben, krijgen ze begeleiding van mij. Maar de helft van de mensen zijn zelf zo creatief dat ze zelf aan de gang kunnen. Het is niet de eerste keer dat er een expositie wordt gehouden bij de Chameleon. Voor de 4e keer kunnen deelnemers helemaal vrij zijn in hun creatieve proces en worden deze werken ook daadwerkelijk tentoongesteld. De deelnemers hangen hun werk op, dus het is hartstikke leuk. 1 keer per jaar organiseren we dat en dan is het voor hun ook extra leuk en motiverend dat de mensen komen kijken en dat er ook werk wordt verkocht. En mijn doel is nou eigenlijk voor het komend jaar om de deelnemers, kijk, dit zijn de 2, maar ik heb er nog meer, zeg maar om ze op een podium te zetten en dan dingen te regelen waardoor de spullen worden verkocht, dat ze meer kunnen gaan exposeren. En ik wil ook andere mensen uitnodigen met een psychische kwetsbaarheid. 2 van deze deelnemers zijn Tijn en Myrthe. Zij zijn dit creatieve proces ondergaan en hun werken hangen nu in de expositie.
Ik heb voornamelijk digitaal werk gemaakt, maar ik ben ook, ja, het is mijn comfortzone om dat te doen, maar ik ben ook een beetje outside the box gegaan en met ja, op canvas gewerkt met pen. Ik heb een hele lange tijd gehad dat het slecht met me ging en digitaal tekenen hield me stabiel op de voet. Ik heb wat werk op papier bij, ik heb wat klein werk en dat is het, want ik zit er nog pas een jaar ongeveer. Beiden zijn enorm trots op hun werk. Zomaar het verkopen zit er dan ook nog niet helemaal in. Ik hou het meer voor mezelf. Vooral omdat ik veel personages teken. En als ik ze verkoop, dan heb ik het gevoel dat ze niet meer echt van mij zijn. Maar als mensen me lief aankijken, dan wil ik nog wel eens wat verkopen. Organisator Judith de Kok is blij met de deelnemers en hun werken. En ieder draagt zijn steentje bij en dat is gewoon heel verbindend. En dat is gewoon heel leuk. En de een die maakt de posters en de ander drukt ze. En iedereen doet wat. En dat is gewoon heel fijn. Het is een soort tweede familie, zeg maar. Zo voelt het dan. We starten de dag vandaag met veel regen en daardoor ook drukte op de weg. Gelukkig werd het gaandeweg steeds meer droog en dat weerbeeld houden we morgen nog even vast. In de ochtend is er nog een kleine kans op een bui, maar in grote lijnen zal de woensdag droog verlopen. Het kwik loopt op naar zo'n 15 graden. Die 15 graden houden ook een paar dagen vast. Wel met het verschil dat de zon zich meer gaat laten zien. Prima najaarsweer dus. Kijken we alvast naar volgende week, dan zien we dat het nog iets warmer wordt, maar ook weer wisselvalliger. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 1 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen! We'll be right back.